Peruaanse wandkleden, een tros met borsten en een gehoornde toerist. Deze kunst vind je in het vernieuwde Museum Arnhem. Mijn naam is Jip, ik ben een cultuurvlogger voor Sat of Culture en ik ben vandaag in het vernieuwde Museum Arnhem. Om precies te zijn sta ik midden in de nieuwste vleugel hier. Met, ja, je ziet al deze prachtige, fijne keramieke tegels. En ik ga een kijkje nemen, al voordat het publiek mag komen, dus ik ben ontzettend vereerd. En wat wel goed is om te weten is dat het Museum Arnhem een aantal jaar dicht is geweest en ja, als streven, als doel heeft gesteld om de collectie, de vaste collectie, op nieuwe manier te laten zien. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze de vaste collectie gaan wisselen en telkens in andere verbanden aan het publiek gaan laten zien. Ze openen met 3 tentoonstellingen en in elke tentoonstelling ga ik 1 object bezoeken en je ziet het hier misschien al achter mij. Is de prachtige beeldentuin die ook vrij toegankelijk is geopend ook. En daar ga ik natuurlijk ook 1 kunstwerk bespreken. Dus heel veel zin in. We gaan naar beneden. De herinrichting van het museum is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Vriendenloterij. Onder andere heeft het museum daardoor nieuwe collectiestukken kunnen aankopen die ook nu terug te zien zijn in de 3 tentoonstellingen die wij zo gaan bezoeken. Dus die nu tijdens de opening te zien zijn. En sowieso hebben zij ook bijgedragen aan de gehele herinrichting van het museum. En het is natuurlijk ook te bezoeken met de Vriendenloterij VIP-kaart, dus goed om te weten. Ik ga jullie meenemen naar het eerste object en dat is de tros met borsten. Het klinkt net zo interessant als het ook is en die is daarachter te zien, dus ik ben zo bij jullie terug. Tada, de borstentros van Maria Rozen. Ik vind het echt fantastisch werk. Het is natuurlijk een druiventros gemaakt van glas. Het zijn onmiskenbaar borsten. Ik ga even heel voorzichtig op dit nieuwe gras lopen. Stiekem, om het jullie even goed te laten zien. En zij maakt meer werken waar vruchtbaarheid, metamorfose, een nieuw begin centraal staan. En ze combineert vaak harde en zachte metalen. Zo vind ik de kleuren zijn natuurlijk heel zacht. Maar het glas is heel hard, het metaal. Ik heb ook wel een beetje de associatie van een soort peertjes, lichtbollen. Of sommigen zeggen ook wel een vark in het gras. Ga ik even iets achteruit. Heel mooi. Het is heel kwetsbaar werk ook. S'avonds wordt er een speciale deken, beschermlaag overheen gelegd. En het ligt hier prachtig. In het mooie museum, met het mooie museum op de achtergrond. Fantastisch. En hier kan je dus naartoe, zoals ik net al zei, het park is natuurlijk ook helemaal vernieuwd. Het is nu open, dus ben je een keer in Arnhem en wil je even een mooi plekje om even te picknicken of uit te rusten of even een tafeltennis te spelen, dan ben je hier dus altijd welkom. Ik loop nog even doorheen. Er is nog 1 heel interessant ander werk. Ik ga even bij elkaar kijken met jullie. En dan gaan we naar binnen. Oh, het is zo'n heerlijke plek, jongens. Moet je nou kijken. Ik word er ook helemaal rustig van. Echt fijn. Hier is dat werk waar ik net dus langs liep. Die ik niet heb voorbereid, maar wel even wilde laten zien. Omdat het zo'n contrast vormt met die groene gazonnen. En dan opeens zo'n zwart gat hier in de grond. Dit is een kunstwerk van Suela Najand. Als ik het goed uitspreek. En je ziet Arabische namen op de stenen staan en het zijn allemaal mannennamen. Want alleen mannen mogen een naam dragen die refereert aan Allah en vrouwen niet. En dit werk is eigenlijk ook een verwijzing naar de steniging van vrouwen wanneer zij een onwettige liefde hebben. Kritiek op dat systeem. Het heeft ook wel iets heel onheilspellends, hoe mooi weer het ook is. Je weet dat hier een serieus onderwerp wordt aangesneden. Ik ga jullie meenemen naar binnen. Zoals ik net al zei, zijn er 3 tentoonstellingen die vandaag, of in ieder geval met de heropening van het museum, ook geopend worden. En dat is de tentoonstelling van links naar rechts. Tenminste, houdbaar tot en open. En ik ga in elke tentoonstelling 1 kunstwerk met jullie doornemen of ga ik laten zien. En dat geeft ook gelijk weer hoe die nieuwe collectiepresentatie van het Museum Arnhem naar voren komt. Dus ik zie jullie zo binnen. Ik ben even omgelopen, want ik dacht, ik ga even door de voordeur naar binnen. Tadaa.
En dan kom je hier in die prachtige grote hal met een fantastische kroonluchter. Echt super vet. Ik zal het even van boven laten zien. Alright, wij gaan naar de eerste tentoonstelling, een van de drie. En dat is Open. En Open, dat is een tentoonstelling die wat anders is dan wat je misschien gewend bent. En dat is ooit geïnitieerd door een directeur, voormalige directeur van Museum Arnhem, Pierre Jansen. En hij pleitte voor een nieuwe manier van kijken naar kunst, op een andere manier kijken. En dat is hier eigenlijk helemaal doorgevoerd. Ook hier zie je weer vaste collectie, maar er wordt veel meer om de inbreng bijvoorbeeld van bezoekers gevraagd. En ja, nogmaals wordt gestimuleerd om anders te kijken. En het eerste kunstwerk wat ik hier wil laten zien is dit hele bizarre werk. Ik had het in mijn intro over een toerist met hoorns. Nou, dat is deze. Ik ga even dichtbij. Ik heb al een paar keer gehad dat ik hier voorbij. Ik dacht, er staat iemand. Heel creepy. Ik word er een beetje naar van, maar het is ook wel heel mooi tegelijk. Ik ga kijken hoe dichtbij. Het is echt een beetje engig. Maar echt de wimpers en wenkbrauwen. Dit is een kunstwerk van Margriet van Brevoort. En aan de ene kant is dit werk natuurlijk heel realistisch. Ik denk als je het hoofd zou wegdenken. Zo. Lijkt het gewoon echt een mens die hier staat. Maar dan als je dat hoofd ziet, denk je, dat klopt iets niet. En dat doet ze wel vaker, dat ze dieren, ja, een soort fantasiecombinaties maken. Bijvoorbeeld een mens met een hoofd van een schildpad. En hier dus met horens van een hert. Het is een androgyn figuur. Ze weten niet helemaal goed of het nou een man of een vrouw is. En ja, toerist. Ik denk dat dat wel af kan zien aan de rugzak op de rug. En eigenlijk zien we hier een soort samensmelting van de werkelijkheid en fantasie. Nou, het grijpt in ieder geval meteen je aandacht. Nog even over dat andere manier van kijken of die collectie die hier in Open op een andere manier wordt gepresenteerd. Dit vond ik echt super leuk. Er staan hier stickers als je binnenkomt. Die mag je eraf halen en dan kan je er dingen dus bij schrijven. Ik ben het hier niet mee eens, want. En zo kan je dus ook communiceren met andere bezoekers. Maar ook je eigen interpretatie van de kunst geven. Nou, hier zie je, dit is mijn lievelingswerk. Thumbs up. En ik zie ook echt dat mensen dat ook doen. Kijk, hier zie je al eens zo'n briefje hangen. Echt heel tof. Ik sta hier voor de ingang van de tentoonstelling van links naar rechts. Hier zo prachtig op de muur weergegeven. Voordat we hier naar binnen gaan, even wat aandacht voor dit fenomenale uitzicht. Er komen zo nog een paar prachtige doorkijkjes tegen in deze mooie vleugel, vernieuwde vleugel. Van links naar rechts is de tentoonstelling die gaat over een belangrijk collectieonderdeel van Museum Arnhem. En dat is namelijk neorealisme. En dat is kunst die vooral ontstond in het interbellum, dus tussen de twee wereldoorlogen in. En er zijn hier werken te zien van bijvoorbeeld Peike Koch, Karel Willink. En ik wil jullie meenemen naar een werk van een vrouwelijke kunstenaar. Ook waar Museum Arnhem ook veel kunst van verzamelt, van vrouwelijke kunstenaars. En wat deze kunstenaars een beetje gemeen hebben, en zeker de kunstenaar waar ik jullie nu mee naartoe neem, is dat zij redelijk bekend waren tijdens dat interbellum, maar fel gekant waren tegen Nazi-Duitsland. En daardoor eigenlijk in de vergetelheid zijn geraakt. En nu weer een beetje terugkomen en hier dus worden getoond. Je ziet dat de zaal een gele muur heeft en daar blauw-paars. En dat heeft, misschien hadden jullie het al geraden, met van links naar rechts te maken met hun politieke voorkeur. Waar ze op het spectrum zitten. Dus geel staat voor links en blauw voor rechts. Ik vind het ook een prachtige kleur, überhaupt. En dan kom ik hier bij de kunstenaar die ik jullie wilde laten zien. En ook haar werk. En dit is er. Dit is zowel de kunstenaar als haar werk, want dit is een zelfportret. En dit is Bertie Edersheim. Bertie Edersheim die ontdekt haar passie voor schilderen op jonge leeftijd. Zij ging in een leer bij Charlie Torop. Ik vind ook dat je dat wel een beetje kan zien. Misschien de kunstkenners onder jullie ook, dat die stijl wel een beetje vergelijkbaar is. En in de leer bij Harmen Meurs, wat later ook haar echtgenoot werd.
En zij waren samen falikant tegen het nationaal socialisme en racisme. En uitte dat bijvoorbeeld door, en dat is portret hiernaast, Surinamers te schilderen die cultureel en actief, cultureel en maatschappelijk actief waren in Nederland. Echt een prachtig portret. En later, eigenlijk in de oorlog, Tweede Wereldoorlog, zijn zij een beetje, ja, hebben ze zich teruggetrokken uit de kunstwereld en eigenlijk ook nooit meer teruggekomen. Dus vandaar dat ik net noemde, het zijn een beetje vergeten kunstenaars die hier weer in ere hersteld worden. Dit werk is trouwens aangekocht met behulp van de steun van de Vriendenloterij. En kort geleden, ik dacht in 2020, dus ook nog recentelijk. Ik vind het wel heel erg mooi. Nou, er zijn hier, je kijkt echt je ogen uit hier. Nou, ik zei net al, Karel Willink hangt hier ook, neorealisme. Maar wij gaan door naar de andere kant van deze prachtige vleugel om jullie de derde en laatste tentoonstelling en ook het laatste werk te laten zien. Ik sta midden in de tentoonstelling, tenminste houdbaar tot. Dit is eigenlijk al het einde, dus ik heb net al een heel stuk afgelegd. Maar dat bewaar ik lekker voor jullie om zelf naar Museum Arnhem te komen. Maar ik wil wel even aandacht voor dit fantastische uitzicht ook. Kijk dan hoe mooi. Dit was ook wel een van de opdrachten aan de architect, heb ik begrepen. Dat er iets met het uitzicht werd gedaan. Nou, volgens mij zijn ze daar meer dan in geslaagd. Ik weet niet of jullie het goed op de camera kunnen zien, maar je kan echt heel ver kijken. En dat geeft ook een bepaalde rust en sereniteit. Fantastisch. En dan kom je in deze zaal met natuurlijk daglicht. Je ziet de schaduwen van de bomen op het plafond. Super mooi. En goed, ik zei net, ik sta in de tentoonstelling, tenminste houdbaar tot. Ook dit is weer een voorbeeld waarbij objecten uit de vaste collectie niet bijvoorbeeld op stroming of op stijl of op periode waarin het gemaakt is, wordt tentoongesteld, maar veel meer op thema. En het thema, tenminste houdbaar tot, de naam zegt al een beetje, gaat eigenlijk over de houdbaarheid van de wereld waarin we nu leven. Hoe lang kan dit nog met het klimaat? Hoe verhoudt de mens zich tot de natuur? En je ziet hier allemaal verschillende kunstenaars. Ook nieuwe werken, bruiklenen, maar dus ook kunstenaars die al veel langer al in de vaste collectie zitten, die op hun eigen manier allemaal met dat onderwerp te maken hebben. En het laatste werk wat ik jullie wil laten zien zijn deze 5 fantastische wandtapijten van de Peruaanse kunstenaar Claudia Martinez Garay, als ik haar naam goed uitspreek. En het zijn tapijten, maar het lijken een soort tafelkaarten. En zij heeft die ook gevonden in de oude boeken en geven eigenlijk de cultuur weer van Peru, waar ze vandaan komt, en het vooral dan het Andesgebergte. En het ging heel erg over de afbeelding die je hier ziet, verbeelden de verhouding of het feit dat mens en natuur elkaar nodig heeft om te overleven. Maar nu zijn die verhoudingen helemaal verstoord. En eigenlijk zegt zij, als je dit voor nu zou toepassen, zou de natuur eigenlijk ook rechten moeten hebben. Zouden die ook een vertegenwoordiging moeten hebben. Dus zij wil met dit werk je aan het denken zetten over klimaatverandering en hoe wij omgaan met de natuur. Het is recent aangekocht, dit werk. Ik zal een close-up laten zien. Heel mooi. Goed. Nog 1 blik hier op de zaal. Echt fantastisch. Ik ben echt heel enthousiast over nieuwe, vernieuwde Museum Arnhem. Ja, en nog 1 mooi uitkijkje dan. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Kijk nou toch. Fantastisch. En hier kijk je ook nog uit als je terugkijkt op de tuin. Die er vandaag wel heel prachtig bij ligt. Ja, dit was het einde van mijn tour. Ik heb echt maar een fractie laten zien van het vernieuwde museum. Maar zoals je merkt ben ik heel enthousiast. En denk ik moet je snel zelf komen kijken. Ik zei het eerder al, je kan een gratis museum bezoeken met de Vriendenloterij VIP-kaart.
En wees welkom en doe het. Vanaf 13 mei is het geopend, dus tegen de tijd dat jullie deze video zien, is het al geopend. En ja, je kan hier echt uren ronddwalen en dus lekker in de tuin zitten en een kopje koffie drinken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en ik hoop jullie snel te zien bij de volgende cultuurtour. Doei!